Hey Rutger van Bright, en dit jaar is een heel bijzonder jaar geweest, want ik heb voor het eerst alleen maar elektrische auto's getest. Geen benzine, geen diesel, niets, alleen volledig elektrisch. Want de toekomst is elektrisch. En daarom geven we in ons nieuwe tv-programma Bright op banden een wekelijkse stroomcursus, om je een beetje voor te bereiden op wat komt. En dit is deel 3, heel veel plezier bij... Rutgers stroomcursus. Les 3, laadpaal bij je thuis. Yes, je bent elektrisch gaan rijden, maar nu wil je ook kunnen laden. Als je geen eigen oprit of garage hebt, dan kun je bij de meeste gemeentes een laadpaal bij jou in de buurt aanvragen. Heb je wel een eigen oprit of garage, dan moet je zelf aan de slag. Voor thuis heb je dan een wallbox of een laadpaal nodig. Dat is in principe hetzelfde ding, alleen de een zit aan de wall en de ander staat op een paal. Als je een beetje gaat verdiepen in laadpalen, kom je allerlei begrippen tegen. 1 fase, 3 fase, 7, 11 of 22 kilowatt. Nou, we leggen je even uit wat daar echt belangrijk is om te weten. Als je een oud huis hebt, kan het zijn dat je nog een 1 fase aansluiting hebt. En dat betekent dat je laadpaal nooit meer dan 3,7 kilowatt kan leveren. Die kun je laten verzwaren door je netbeheerder. Dat kost je eenmalig rond de €300. En dan kun je een 3 fase 11 kilowatt paal ophangen. Nou, denk jij misschien, ja, maar ik heb ook 22 kilowatt gelezen, dus laat ik dat doen. Maar er zijn 2 belangrijke nadelen. De meeste elektrische auto's kunnen laden met een maximum van 11 kilowatt, dus daar heb je helemaal niks aan. En je moet een nog zwaardere aansluiting hebben. En die kost €600 extra per jaar. Dus voor de meeste mensen geldt 11 kilowatt, 3 fasen. Onthoud dat. De meest eenvoudige laadpalen beginnen bij zo'n €500. Dan stop je gewoon de stekker in je auto, hij begint te laden van je eigen energierekening, that's it. Wil je bijvoorbeeld kunnen declareren, dan heb je een iets ingewikkelder model nodig dat verbonden is met het internet. Sommige van die palen kunnen zelfs automatisch declareren bij je baas. Daarvoor heb je wel een abonnementje nodig van een paar euro in de maand. Uiteraard zijn die internet-connected palen ook ietsje duurder. Die beginnen bij ongeveer €800, maar daarvoor krijg je ook handige meldingen in je app met wanneer het laden gestart is, gestopt of als er halverwege een probleem is. En dat is prettig, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Installatie begint bij zo'n €1000, maar dat kan heel erg verschillen per regio. Met een 11 kilowatt paal die verbonden is met het internet ben je dus klaar voor wat komen gaat. Maar je kunt er nog een schepje bovenop doen, met een load balancer bijvoorbeeld. Dat is een apparaatje die in de gaten houdt hoeveel het energieverbruik is in het huis en wat de auto aan het laden is daarop kan afregelen. Dus stel je hebt en de vaatwasser en de keramische kookplaat en de wasmachine aangezet, dan wordt op dat moment je auto op een lagere snelheid geladen en op het moment dat die apparaten uit zijn, gaat die snelheid weer omhoog. Overigens kun je ook met de meeste connected laadpalen simpelweg instellen dat het niet moet laden voor 10 uur 's avonds. En dan weet je wel dat je in ieder geval niet meer aan het koken bent. Afhankelijk van je budget kun je dus kiezen voor een domme paal, een slimme paal of een slimme paal met load balancer. En die laatste kun je ook altijd achteraf nog toevoegen als je al wel voor een slimme paal gekozen hebt. Heb je nog 1 keuze te maken? Ga je voor een laadpaal met een stopcontact, waar je dus de kabel uit je auto in moet stoppen, of met een vaste laadkabel? Dat stopcontact staat natuurlijk een beetje netter, maar die vaste laadkabel zorgt ervoor dat je niet elke dag als je thuis komt die kabel uit je auto moet halen en weer aan moet sluiten als je instapt en weer op moet rollen. Dus ik zou daarvoor gaan. Maar dan moet je er wel heel goed om denken dat je een laadkabel neemt die lang genoeg is. Niet alleen voor deze auto, die de laadklep bijvoorbeeld voorop heeft, maar ook eentje die hem links achterop heeft. Want vermoedelijk ga je langer doen met je laadpaal dan met je elektrische auto. Dat was hem en jij ziet er nu al veel energieker uit dan 3 minuten geleden. Volgende week, hoeveel veiliger is je auto geworden? Kijk de hele aflevering terug op brightopbanden.nl. Abonneer je op ons YouTube-kanaal en geef die video een duimpje.